Hallo, mijn naam is Roel. Ik ga je vandaag wat laten zien over aangepaste fietsen. Vind je deze video nou leuk? Klik dan op like en abonneer op ons kanaal. Ja, een aangepaste fiets zijn eigenlijk best wel veel mensen die dat om welke reden dan ook nodig hebben. Denk aan moeilijk ter been, evenwichtstoornissen, misschien zit je wel in een rolstoel. Allemaal redenen om niet te kunnen fietsen op een gewone fiets. Maar als je dan toch de wens hebt om jezelf voor te kunnen bewegen, dan is de firma Van Raam, zoals hier ook op staat, dat is een bedrijf. En dat is in Varsseveld, Aalten, zijn die gevestigd. Die maken eigenlijk, je kan het zo gek niet bedenken, fietsen met een aanpassing. Ik weet dat ze fietsen hebben met een hele lage instap. Voor het geval je bijvoorbeeld wel gewoon jezelf goed kan bewegen, goed evenwicht hebt, maar moeite hebt om je benen wat hoger op te krijgen om op en af te kunnen stappen. Maar ze hebben dus ook driewielers zoals deze. Deze heeft dan twee achterwielen, maar je hebt ze ook met twee voorwielen. Ze hebben ze elektrisch. Ze hebben ze niet elektrisch. Naast al dat soort fietsen waarop je zelf kan fietsen, hebben ze bijvoorbeeld ook een fiets waar je aan de voorkant een rolstoel kan plaatsen. Dus als je samen met iemand wil fietsen die eigenlijk altijd in een rolstoel zit, die zelf dus niet kan fietsen, dan kan je die toch meenemen. En dan kan je op die manier samen fietsen. Het kan zijn dat je zelf in een rolstoel zit en nog moeite hebt met lopen, maar wel kan fietsen, zoals bijvoorbeeld op zo'n fiets als deze. Dan hebben ze mogelijkheden om je rolstoel mee te nemen op de fiets. Of je rollator bijvoorbeeld mee te nemen op de fiets. Deze specifieke fiets die heeft een stokhouder, zodat je die op een makkelijke manier kan meenemen. Wat ik ook weet is dat ze een soort tandems hebben. En dan niet zozeer tandems waar je achter elkaar zit, maar waar je naast elkaar zit. Want dat is natuurlijk een stuk gezelliger dan wanneer je zo achter elkaar moet zitten. Ja, en dat allemaal, dat kan dan ook nog elektrisch. Zoals je ziet, deze fiets die heeft ook zo'n grote motor. Ik heb dat al even getest, dat is ontzettend sterk. Waardoor je dus heel goed, ook wanneer je eigenlijk alleen maar kan bewegen en amper meer kracht kan zetten, toch heel goed jezelf kan voortbewegen op zo'n fiets. Ja, misschien is het ook wel even leuk om een beetje in te zoomen op de specifieke dingetjes die deze fiets heeft. Wat natuurlijk technisch heel gaaf is, is zo'n stuurconstructie die dan met zo'n knik erin. En dat het ondanks dat heel goed stuurt. Hij heeft een systeem waardoor het stuur niet volledig kan doorslaan. Het is ingebouwd. Nou weet ik dat de meneer die deze fiets heeft gekocht, die heeft een zijn linkerbeen wat minder goed onder controle. Dus daarom heeft deze fiets zo'n gootje waar je je voet eigenlijk in vast kan zetten. Zodat het been beter onder controle blijft. Nou, ik had al even genoemd, die stokhouder. Een rekje achterop waar je een kratje op vast kan binden. Zodat je daar makkelijk je spulletjes of je boodschappen in kan doen. Er zijn verschillende accupakketten. Afhankelijk van of je veel rijdt of in heuvelachtige omstandigheden rijdt, heb je misschien wat meer accucapaciteit nodig. Dat kan ook. Een spiegel natuurlijk. Ja, eigenlijk allerlei aanpassingen. En wat dan ook mooi is, is in dit geval dat je, even mijn voet losmaken, dat je ziet dat je eigenlijk gewoon kan blijven zitten en dan eigenlijk zo gewoon helemaal kan opstappen. Bijvoorbeeld als je een rollator hebt, dat je eigenlijk met die rollator erbij alweer kan opstappen. Dat je dus helemaal niet je evenwicht nodig hebt. Dus op het instap, je gaat eerst zitten. En als je eenmaal stabiel zit, dan neem je de positie eigenlijk in. En dan weet ik dat ze deze speciale fiets,
Die hebben ze ook nog in een versie waarin hier een speciale lage instap is ingebouwd. Dus als je nog moeite hebt met dat been zo te bewegen, dan is zelfs daar nog weer een oplossing voor. Maar goed. Het is natuurlijk zo dat als je een aanpassing nodig hebt, voor iedereen is die aanpassing anders. En dat is nou juist het mooie van Van Raam, want ze hebben een aantal standaard modellen. Nou ja, aantal. Ik denk dat het er alles bij elkaar misschien wel 25 verschillende standaarden zijn. Maar al die standaarden die zijn weer individueel aanpasbaar. Dus eigenlijk, leert mijn ervaring, hebben ze voor bijna iedereen wel een oplossing om toch ja, mobiel te blijven en jezelf goed voor te kunnen bewegen op de fiets. Ja, en mocht je nou ook geïnteresseerd zijn in zo'n aangepaste fiets, in welke vorm dan ook, dan is het beste advies wat ik je eigenlijk kan geven om een afspraak te maken bij de firma Van Raam zelf. Ze hebben daar de mogelijkheid om gewoon als particulier naartoe te gaan, wel even op afspraak. En ja, omdat ze daar alle kennis in huis hebben en alle ervaring ook hebben, kunnen zij je het beste helpen met de keuze. Maar goed, als je dan zo'n fiets eenmaal hebt, dan heeft hij natuurlijk ook gewoon onderhoud nodig. Er moet wat gesmeerd worden of er gaat een keer wat kapot. En daarom is het wel verstandig om de fiets uit te laten leveren via een ja, dealer van Van Raam of in ieder geval een goede fietsenmaker waar je vertrouwen in hebt, zodat hij de fiets aflevert en ook het onderhoud daarvoor gaat doen. Dus kijken bij Van Raam, keuzes maken bij Van Raam en laten leveren via een dealer waar je alle vertrouwen in hebt.